Bij de afweging tussen profielen heb ik vooral gekeken aan wat ik per profiel er voor mezelf het meeste aan had. Het profiel ondernemen gaf voor mij gewoon de meest brede optie om te kijken wat ik graag zou willen en hoe dat ik mezelf daarin zou kunnen ontwikkelen. Mijn afstudeerplaats was bij het lectoraat Ethiek en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het is een soort kenniscentrum van Saxion Hogescholen. En mijn opdracht hield toen in het creëren van een educatieve tool om deze studenten te leren omgaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hospitality-industrie. Deze stage heeft ook heel erg veel betekend voor mijn eigen ontwikkeling. Ik wou door deze stage heel graag leren wat ik wil met mijn bachelor, maar ook wat ik kan. En wat ik daar in de toekomst mee zou willen. Ik ben erachter gekomen dat ik heel veel voel voor communicatie in organisaties. En dat ik daarvoor meer nodig heb dan alleen stageervaring. En daarom heb ik gekozen ook voor een master in de communicatie. Ik zou een stage aanraden omdat het een enorme uitdaging is. Je leert jezelf profileren als filosofiestudent. Jij kan hierna zeggen tegen organisaties van, nou, dit ben ik en dit kan ik voor jullie betekenen. Daardoor leer je jezelf ook plaatsen in een bepaalde functie waarin je je thuis voelt. Je leert in welke sector je graag zou willen werken. En ook is het gewoon een enorme ervaring. Als je kijkt in vacatures, dan wordt er vaak naar ervaring gevraagd. En met een externe stage, dan heb je toch wel zeker een streepje voor op andere studenten die zoiets niet hebben gedaan.